We zijn pas beschermd tegen het COVID-19-virus als we 24 uur per dag in ons huis zouden blijven en nooit in contact zouden komen met anderen. Maar dat kan natuurlijk niet. We zullen er een keer uit moeten voor eten, verzorgingsproducten of gewoon iets lekkers. Het moment dat je je huis verlaat, loop je het risico om het virus op te lopen. Het COVID-19-virus kan zich overal bevinden. Maar gelukkig zijn er stappen die we zelf kunnen nemen om elkaar te beschermen. Als je in de open lucht bent, is het risico op besmetting zeer klein. Maar mocht je een mattie tegenkomen, raak elkaar dan niet aan en doe zeker je mondkap niet af. Want daarmee wordt het risico groter. Best moeilijk, no? Als je op 1,5 meter afstand van elkaar blijft, verklein je de kans dat jij COVID-19 krijgt. Als jullie beide een mondkapje op hebben, zal het virus nauwelijks kans hebben jou te bereiken. Let er wel op dat je mondkapje zowel je mond als je neus goed bedekt. Dan pas heeft het effect. Voorwerpen en producten die je aanraakt of geld dat door veel mensen wordt aangeraakt, kunnen het virus op ze hebben. Ontsmet je handen zodra je iets hebt gekocht waardoor het virus niet op je handen blijft zitten. Als jij je inkopen doet in een gesloten, slecht geventileerde ruimte, zorg ervoor dat je er maar heel kort hoeft te zijn. Het virus heeft dan minder kans om je te bereiken. Als je van buiten komt, loop je altijd het risico dat je het COVID-19-virus mee naar binnen neemt. Was je handen dus direct als je thuis komt en doe schone kleren aan. Verklein het risico door je boodschappen goed te reinigen met een ontsmettingsmiddel. Het risico dat jij het COVID-19-virus met je hebt meegebracht, heb je nu zo klein mogelijk gemaakt. COVID-19 defutang. Dat mekum kibri unsrevi na den trawang.